Allee, maar doet jij ook eens iets nuttig, man? Alright, Laura. Camera's lopen. Ah, ja. Weten jullie nog dat Joy-Con drift probleem met de Nintendo Switch? Dat was een groot probleem waarbij zelfs als je die joystick van de controllers van de Nintendo Switch niet gebruikte, je Mario toch bleef verder lopen op het scherm. Het was een technisch probleempje intern in die controller waarbij er een stukje te snel versleten was. We hebben daar toen met testaankoop heel veel berichten over binnengekregen via onze website Te Rap Kapot van mensen die dus dat Joy-Con drift probleem hadden. Het was zo erg dat we er een video over hebben moeten maken over hoe je die controllers kan herstellen. En we zijn ook naar de Europese Commissie gestapt, omdat het niet alleen een probleem was in België, maar eigenlijk over de hele wereld. En nu hebben we succes geboekt, want Nintendo gaat ermee akkoord om levenslange garantie te geven op die controllers voor dat Joy-Con drift probleem. En dat is natuurlijk een groot succes, want nu kan je die controllers laten inruilen als ze kapot zijn en hoef je die dus niet zomaar weg te gooien. Meer over al onze acties die we met testaankoop doen, vind je op onze website.